Goedenavond allemaal. U bent rechtstreeks verbonden met de MMDNZ-studio, waar u zo meteen getuige kan zijn van de eerste aflevering van een spiksplinternieuw tv-programma. Meer moet dat niet zijn. Zo heet het en dat is meteen ook de filosofie achter deze reeks uitzendingen. Wat staat u zoal te wachten? Mijn twee collega's hebben zich de voorbije week uitgesloofd en sprokkelden 30 minuten spetterende, schitterende en nooit geziene televisie bij elkaar. Als alles goed gaat, maar jongens, was hier eigenlijk aan de hand, hè? Ja. Hij is begonnen. Dat is niet waar, hij is begonnen. Nee, ik ben pas begonnen toen jij al lang bezig was. Hij is begonnen. Nee. Leuk naar jij. Maar, dames en heren, wij onderbreken even voor een korte onderbreking. Ik ben pas begonnen toen dat jij al lang bezig was. Oh, nee, toen dat ik aan het beginnen was. Nog iets, meneer? Ja, 1 kilo ajuin. 1 kilo ui voor meneer, alstublieft. Ja. Verder nog iets? Ja, nog 1 kilo ajuin. Van 2 kilo ui, alstublieft. Ja. En 14 meter uitspansel. Ja, ons uitspansel spant niet meer. Die elastiek is losgesprongen en ik zeg... Alstublieft, meneer. Is toch uitspansel? Nee, meneer, maar het is net binnengekomen en zeker zo goed. Nog iets, meneer? Ja, 2 liter stromend water. 2 liter stromend water, alstublieft. Ah, ja, dat. Ah, voilà, alstublieft, het is toch stromend, hè? Ja, ja, ze doen dat tegenwoordig in flessen, kijk maar. Ah, ja, ja. En 1 vals plafond. Een vals plafond. Ik heb daar met een tombola aan een luchter gewonnen en die staat er in mijn weg. En ik zeg, als ik een vals plafond heb, kan ik die daaraan vatten. Alstublieft, meneer. Ja, en nog iets, meneer. Ja, 1 kilogram ajuin. 1 kilo uien voor, meneer. Ja, ik moet zien dat ik mijn ajuin niet vergeet. Hè. Dat zal het dan zijn? Nee, nog 1 zoutvat muskaatnoot en een peper. Een peper... Peper... Bolletjes, meneer. Nee, nee, die peper... zitten erin. Ah ja, maar nee, het is peper... Peperkoek. Nee, peperclip. Een peperclip. Een peperclip voor meneer. Ja, dank u. En telefoondraad. Ja, 864.000 kilometer telefoonkabel. Die zo'n buiten de zone meter. Dat is nogal wat we hebben, meneer. Ja, dan zal ik een beetje minder telefoneren. En uw peperclip, alstublieft. Eén snelkooppan. Kunt u iets trager spreken, meneer? Eén snelkookpan. Ah. Van de allersnelste die in huis hebt. Meneer. Ja, dank u. Was het verder nog iets? Ja, nee, het is al wat ik nog moet hebben. Voilà, meneer. En 1 kilo ajuin. En 1 kilo ajuin, alsjeblieft, meneer. Ja, dank u. Dat is dan 14.385 frank, meneer. Dat is dat onze lieve neer dat zo gewild heeft. Ook nog 1 gitaar, een volk, zo met de snaren vooraan. Echt, zo. Ja. Voilà, ze zijn vers binnengekomen, oh. Alstublieft, meneer. Oh, mijn karretje is vol. Geld heb ik niet bij. Ant. Zij kopen is plezant. We zoeken er al 2 dagen achter. Bedankt. Oh. Hij is niet gevaarlijk. Het karretje is vol. Heeft u pen en papier bij de hand, dames en heren? Kijk aandachtig, want het is de hoogste tijd voor ons kijkersquizje. De vraag is heel eenvoudig. Wie van beide heren kan niet tot 5 tellen? Weet je wat dat jij zijt, jongen? Een vuile, verfrommelde paardenkastanje. Dat zeide jij. En weet je wat dat jij zijt? Hè? 2 vuil, verfrommelde paardenkastanjes. Dat zeide jij. En weet je wat dat jij dan zijt? 3 vuile, verfrommelde paardenkastanjes. Dat zeide jij. En weet je wat dat jij zijt? 4 vuil, verfrommelde paardenkastanjes. Dat zeide jij. En weet je wat dat jij dan zit?
Wacht maar, ik krijg u nog wel. Dat ik u wel zal hebben. Gevonden? Schrijf uw oplossing op een gele briefkaart en stuur ze naar een eenzame bejaarde. Want wij krijgen hier al zoveel post en die mensen zijn blij als ze iets in een bus vinden. Beloofd? Poetst u uw gebied met dynamiet? Dan wordt uw hoofd een satelliet. Ah, dag Werther. Komt er maar in, jong. Zesde? Ja. Allee. Allee. Wat is dat nu? Hij zal te zwaar geladen zijn, zeker, hè? Wat zit er allemaal in die boekentas? Wat? Zet die buiten, jongen, die boodschappentas ook. Non de doma. Ja, dat is niet normaal, hè. Maar weet je wat, zal ik eens buiten komen, ja. Komt jij erin, uit de deur tegen. Ja, 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 ja. Zie. Zou jij te zwaar zijn, hè? Meneer, weet je wat dat is, jongen? Waarschijnlijk is dat kabelje daar een beetje verrokken. Hij komt er eens uit, zal dat daar eens gaan controleren. Ja! Ja. Zou dan een keer gaan zien wat dat is, hè? Ja, ja. Zie jij daar iets? Die kabel zit hier misschien wat verwrongen in, dat vliegwiel. Zeg, heb jij daar soms een supradraaikopschroevendraaier bij dat met linkse draad? Tuurlijk niet. Kom, hè, ja, nu moet ik nooit iets vragen, hè. Heb je dan een vulpen of zo? Een vul? Ja. Zeg maar, zijn voorzichtig, hè, ermee? Ja, ja, oké. Ja, nee, het zit er eigenlijk vast. Of misschien zou het wel die kabelspanner kunnen zijn. Geef mij een bril eens. Jongen, jongen, zeg. Ja, maar ik zit daar met een fijn draadje waar dat ik in moet. Allee. Ja, oké. Dat is een tje. Ja, maar ik krijg dat hier niet los, hè. Allee, merci. Ik ga er mijn handen aflaten, jong. Ik krijg het niet los. Zeg, weet je wat? Komt erin, hè, dat hij hier puit zoveel als dat hem wil. Ja. Allee. We trekken het ons niet aan. Duw jij eens op de top. Voilà. Ja, dat zal nu weer... Hé. Moet jij nu naar het zesde? Ah, nee, ik moet hier zijn, hè. Ik moet niet op het zesde zijn, ik kom van daar. Maar dat was daar een bos. Maar jongens, een bos. 100.000 keer groter dan Tamazoningen uit maal 2. Zie, alleen om de 4 millimeter stond er daar als een mastodont van een boom met een doorsnee van zeker 65 meter. Oei. En die een pad dat daar lag. Dwars door die bos lag er zo'n pad. Allee, hoe ver kun je kijken?
tot daar zoiets. Ah, wel, nog verder. Dat was geen pad, dat was een broodwee. En van brood gesproken, hè, die smeten daar dan kruimeltjes. Maar zo'n kruimeltjes, hè. 18 bakkers zijn daar zo'n dag en nacht aan bezig. Zo'n kruimeltjes. En op die kruimeltjes kwamen er vogels op af. Hè. Maar vogels, oh, mooi jongens, dat zag daar zwart van de vogels. Hè. Arenden, gieren, condors, dingen, aviken, keuperwieken, zilverwieken, aluminiumwieken, roerdompen, openstaande gulpen. En zo, en dan niet te vergeten, het zeer zeldzame purpergatje, hè, die al dat eten opgeven. En ineens in de verte zien ze daar een lichtje. Zie wat werd er? Een lichtje, maar ver dat was. Maar ik ga u zeggen, hè, hoe verder dat ze keken, lichtjaren en lichtjaren ver. Hè, maar hoe ver kun je kijken? Tot daar zoiets. Maar dat was nog 10 keren verder, hè, nog 10. Dat duurde een jaar eer dat ze dat licht gevonden hadden. Hè. En toen komen ze daar, komen die mannen daar bij die reus terecht. Hè. Maar die reus, de grote dat dat was. Hè. Zie het firmament, erdoor. Hè. Dat schoen, die reus die had voeten. Hè. Als die hem door de straat wandelde, die moest hem op de grote markt gaan draaien. Of die kon in de straat niet terugkeren. En honger dat die reus had toen. Honger. De derde wereld kon er een puntje aan zeggen aan die reus zijn honger. En die had er een mes. Hè. Een mes. En scherp dat mes was. Scherp. 10 keer scherper dan de blik van binnen toe. En die ging die broertjes opeten. Hè. Maar Klein Duimpje, die zag, hé, van die mils. Klein Duimpje, die pakt die reus bij zijn neusvleugelen. En zak, die smet die reus daar tegen de grond. Krak, zijn schedel versplinterd. Zijn been gebroken. Zijn ander been gebroken. Al zijn wervels kwijt. Geen ene wervel, al die wervels kwijt. Die een eczema-aanval. De griep, de witvinger, de ziekte van lustwezel. En dat zijn vlekken die er zeer moeilijk uitgaan. Maar zie, jongens, en die was rijk, hè. Rijk, geld op die mannen, hè. Geld, open geld, met vrachtwagens, met 100.000 tonners, met 76 wielen eronder, hebben ze al die Russen goud meegenomen naar huis. En ze zijn dan teruggekomen bij hun ouders. Die ouders stonden daar in die deuropening. Een deuropening, hè. En ouders, dat dan, mannen. En die komen binnen met al dat geld. En die ouders blij dat ze hun kinderen terugzagen, hè. En zie, die mensen waren gelukkig, hè. Gelukkig. En die leefden dan... Lang dat die leefde, lang in hun leven, bleven die gelukkig, hè, jongens. Zie, Werther, ik moet stoppen, want ik denk dat ik anders ga beginnen te overdrijven. Skaar! Goed. Ja, wat zal het zijn, meisje? Volkorenbrood. Ja, kleintje, hè. Een klein. Ja. Dat moest toch gesneden zijn? Ja, zoals altijd. Hè. Ja. Maar fijn, Skaar, jongen. Tommen, ik ben er met mijn kop niet bij, Goedelken. Dat is mijn fout, hè. Je moet die een tweede zak niet betalen. Maar het scheelt er iets. Is er iets mis? Wel, het is gebeurd, hè. Nog iets. Ja, zo'n pruimentaartje. Een pruimentaart hier. Ja. Maar iemand van een familie of? Ah, wel ja, is dat familie, is dat geen familie? Doet toch even zeer. Maar hij moet toch proper zijn, hè? Wat dat er is aan de kop geschoten is, ik weet het niet, maar alleen ja. Maar wat wil je dat eraan doen, hè? Ik weet het ook niet wat er moet aan doen is. Maar wat zit ik hier toch te sukkelen? Maar Skaardek, jongen, het gaat u echt niet goed vandaag. Je trekt het u nogal aan. Wat er... Wel, daar zie. Van de morgen zat er hij nog in, bovenop zijn stoksken. Ons peres de kweljarken. Ja. En gelukkig dat het was. En zingen. Maar ik zal hem niet meer horen. Wat is er gebeurd dan? Hij is hem gaan vliegen. Ja, ik ga er een keer met mijn dingen, ik ga erin. En weet dat dat boven moet gaan blijven, maar het is gebeurd. Dit is gebeurd. Ja, maar ik snap het niet. Wat is er gebeurd? Is hem gaan vliegen of zo? En dan de kat? Nee, hij is niet gaan vliegen, goed. Ik zal het u een keer uitleggen. Ja, maar dat is erg als je dat tegenkomt, zeg. Zo. In mijn linkshand heb ik mijn niks veel vast. In mijn rechts en met mijn linkshand toe, ik zet mijn deurken op. Ik zeg, peres ken de kweljarken van boven, dan kan ik daar van onder. Want allee, je zit hier in een voedingswinkel, dan kan die vuiligen. Maar wat hem daar beneden kwam zoeken, ik weet het niet. Heeft hem daar iets laten vallen? En in één keer, ik zet die altijd op strong, dat proper is. In één keer, en hij
vliegt hier langs die dingen en ik zeg, hij zit erin en hier dat ik dat dan hulp gekregen had en dat stof en die zak, die pluimpjes langs alle kant en hij is eigenlijk verzwogen in zijn eigen pelletjes van zijn eet en ik had hem dan vast, geen pluimpje meer op zijn lijf, ik zeg, hij is eraan, maar in één keer trok hem toch nog zo'n beetje, maar het was gebeurd, het was te laat, hè. Maar gaar me toch. Maar weet je, koopt u een andere, hè? Dat zal beter gaan. Oh nee, niks, Filsk, dat zijn de beste. Moet ik geen andere hebben? Waar iemand op sterven ligt, daar is confetti niet verplicht. Ah, en je gaat ze betalen. Dat is ze gaat betalen. Alle zes. Kiekenpoeper, kinderverkrachter, landverrader, splijtswam, sluimzwijn, brakballenraper. En jij dan, hè? Stinkaard, klokkenkoep, sausuif, kwavislosser, scharrelkalf, Nobelprijswielaar. Heren, wat is hier precies aan de hand? Hier zie, die verknopte schele sifonknots hier. Zes van mijn kiekens heeft hij van de week al de kop afgekapt, de servo-Kroaat. Nou, dat zal wel als hij maar op iemand anders kan steken, meneer Fijnolie. Laffe tetting, rauwe hamburger die al zes weken buiten ligt, terwijl het roem weer in de lucht hangt als dat je daar staat. Ja, uw buurman beweert dus, meneer, dat uw aantijgingen niet waar zijn. Wat, hè? Niet waar? Wel waar! Maar dat is niet waar, waarom zou ik zijn kippen gaan opeten? Ik eet helemaal geen kippen. Trouwens, er is veel te veel cholesterol in zijn kippen. Nee. Correctie, in kippenwit zit nou net heel weinig cholesterol. U bedoelt waarschijnlijk het hoge cholesterolgehalte in de eierdooier. Maar goed, waarom zou hij uw kippen slachten, meneer? Dat weet ik het. Om zijn eigenaardige seksuele driften op af te bevredigen. Je moet in zijn vrouw zien. Dag gemeen aftreksel, er schiet bijna iets niet meer over. En die van u dan, daar is nooit iets aan geweest. Aan die kar zonder wiel, die flieten matrullen, die koffieblaas, die slappe handdoek, deze wijf, haar straat ligt helemaal open. En die alleen tijdens de verkiezingen, hè. Nieuws. Eerst het buitenland. Dan nu het binnenland. Nog meer binnenland. Wetenschap. Deze week werd in België een wel zeer acute vorm van hydrofobie of watervrees vastgesteld. Patiënten die aan deze fobie lijden, dienen met de nodige omzichtigheid te worden benaderd. Hier werd er! Hier in de staal! Ja! Schrijnend. Morgen gaat in Amsterdam dan toch de lang verwachte dansproductie Center of the Universe van start. Wij peilden bij de makers Wim en Tim Terin naar de krachtlijnen van hun dansconcept. Zoals je uit de naam kunt afleiden, zitten we met Center of the Universe zowat op dezelfde golflengte als met ons vorige dansproductie, namelijk World Trade Center. De nietige mens, ik, jij... En natuurlijk, die dus als kleine nietsnuttige eenheid zijn plaats opeist binnen het immense universum en dat dan vanuit de buik. De dijen.
Het uitdijend heelal. Het trillebillend universum dat zich als het ware naar buitenuit materialiseert. Want dat is essentieel. Die plaats die de mens inneemt in deze center of universe en van daartoe roerloos blijft toekijken. En niet bewegen. Nederland. Belgen die Nederland bezoeken, zullen zich voortaan strenge ontsmettingsmaatregelen moeten laten welgevallen. De Nederlandse regering zegt tot deze maatregel te zijn overgegaan om hygiënische redenen. De Belgen overwegen gelijkaardige maatregelen voor Nederlandse toeristen. Wat is het? Hey, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Is dat dan nu in orde of moeten we nog een stempeltje krijgen? Tot zover ons nieuws voor deze week. Nog een goede avond. Als ik me dagelijks masturbeer, dan doe ik het wekelijks 7 keer. Hoi Johnny, waarmee ben jij op stap? Ik ga mij douchen. Ha, waarvoor al die verschillende flesjes? Zoveel ja, natuurlijk, verschillende dat is flesjes. Mijn haar voor jonger, weerborstel, ontspanner, talgklierontwikkelaar, grijsverstikker, wortelbemester, haarzakregelaar, haarpunten scherper, blesbevestiger, kuifophouder, kroezelverkreuker, stoppelverstopper, streep in het midden, houder, een lokmiddel op basis van zeewierontkalker, vetafzetters, bijnablokkers, folietettergenen en spoor CV. Gebruik toch Sam Easy Poo met haar voor jonger, borstel, ontspanner, talgklierontwikkelaar. Sam Easy Poo, met grijsverstikker, wortelbemester, haarpuntenscherper, blesbevestiger, kuifophouder, kroezelverkreuker, stoppelverstopper, streepwit middenhouder en lokmiddel op basis van zeewierontkalker, vetafzetters, betablokkers en spoor 7 elementen in één handig meeneemflacon. Hoezo? Dat alles in zo'n klein flesje? Tuurlijk! En wacht maar, het is nog niet alles. Er is ook nog dit handig bijvulpak. Toch simpel? Sam Easy Poo, voor de man met het echte schurft. Hey, mijn haar zit perfect en geen schurft meer. Sam Easy Poo! Bij aankoop van het handige bijvulpak gratis een trekhaak voor achteraan je wagen. Zo neem je je Sam Easy Poo overal mee naartoe. Voor het trio De Soletjes. Een emu en een gnoe en een peutelkangoeroe. Een indoe en een auto en de broek van Little Joe. Waar komt de mens vandaan? Waar gaat de mens naartoe? Dan laat ons naar de slager gaan, sprak de kariboe. Want die waren we vergeten, er was ook een kariboe. Dus gingen we naar de slager, maar de slager die was toe. U wilt overzichtelijkheid, volledigheid, maar ook een lekker leesblad. VARA TV Magazine. Overzichtelijk, compleet en lekker leesbaar.